Hallo, hallo! Leuk dat jullie weer kijken. Deze week een video met 5 films waar je blij van wordt. Want ik weet niet of jullie het horen, maar ik ben nogal verkouden. Of om eerlijk te zijn heb ik een beetje griep gewoon. Ik lag gisteren in bed en toen was ik lekker een film aan het kijken. En daar werd ik weer helemaal vrolijk van. Dus daarom dacht ik, ik ga een video voor jullie maken met 5 films waar je weer lekker door gaat voelen. De eerste film is Into the Wild. Dit vind ik echt, het is een van mijn favoriete films. Waarom? Het gaat over Christopher. Het is een waar gebeurd verhaal. Hij is een topatleet, topstudent, komt uit een goed gezin. Maar hij besluit na zijn afstuderen om al zijn geld aan het goede doel te geven. En zonder iets mee te nemen op reis te gaan, hij gaat liften naar Alaska. Om daar in het wild te leven. En het is sowieso een hele mooie natuurfilm. Maar wat het vooral doet is dat het je heel erg een nieuwe frisse blik geeft op de wereld. En op de consumptiemaatschappij. Dat alles in ons leven gaat maar om reclame. En na het zien van deze film was ik er echt even stil van. De tweede film is Groundhog Day met de legendarische Bill Murray. Dit is al een wat oudere film. Bill die is presentator bij een nieuwszender en hij moet Groundhog Day verslaan. Maar hij zit vast in die dag, dus hij leeft dezelfde dag steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Totdat hij het op een goede manier gaat leven, want hij is nogal egoïstisch. Dus pas op het moment dat hij vanuit liefde gaat leven en meer wil geven, mag hij verder met zijn leven. En dit is gewoon een hele leuke comedy, maar daarnaast heeft het ook een hele mooie boodschap. Time. 1,000 people freezing their butts off waiting to worship a rat. Little Miss Sunshine is een film uit 2006. Het is een super grappige film die ook heel veel prijzen heeft gewonnen. Het gaat over een familie die niet per se heel goed met elkaar kan opschieten. Maar ze moeten wel, want Olive, het kleinste familielid, is een meisje die heel graag wil meedoen aan een misverkiezing. En ze is nou niet echt de prototype mis, zeg maar, want ze heeft een hele dik beglazen bril op. Ze is een beetje mollig. Maar ja, ze wil gewoon heel graag meedoen. En omdat de hele familie zoveel van haar houdt, besluit ze om met z'n allen in een Volkswagenbusje te stappen en om door het land te rijden voor de misverkiezing. En deze film is gewoon super grappig, maar het vertelt ook dat als je iets echt graag wil bereiken, dan lukt het gewoon. Ook al denk je dat het niet gaat lukken, dan kan het toch wel als je maar gewoon doorzet. Olive, it's time. You okay? Yeah. We gotta go now. Hang on. Olive, look at me. If you don't want to do this, that's okay. De vierde film is Soof, een Nederlandse film. Ik vond deze film onwaarschijnlijk goed, vooral voor een Nederlandse film. Ik heb echt keihard gelachen, maar ik heb ook gehuild. Het gaat over Soof. Zij is in de 40 en ze heeft een mooi leven. 3 gezonde kinderen, een man, een mooi huis, een bedrijf. En toch denkt ze op haar 40ste, is dit het nou? Waar doe ik het eigenlijk voor en waar word ik nou gelukkig van? En naast dat het een ontzettende vrolijke film is, word je ook helemaal lekker gemaakt met alle heerlijke hapjes die voorbij komen. Everybody get up. Ziet er goed uit, schat. En mijn laatste film is La Vita e Bella. Deze film gaat over een gezin in een concentratiekamp. En dat is nou niet echt veel goed, zou je zeggen. Maar ik las laatst een onderzoek waarin stond dat tranentrekkers, dus echt films waarom je keihard moet janken, dat je je daar vaak gelukkiger door gaat voelen. En dat heeft te maken met dat we over onze eigen familie gaan nadenken en over onze eigen geliefdes. En dat we dan denken, nou, bij ons is het allemaal best wel goed. En dat we daar gelukkiger van worden, kennelijk. Maar deze film speelt zich weliswaar af in de oorlog en is heel dramatisch. Maar door de positieve houding van de vader en door zijn fantasie is het gewoon een ontzettende grappige film. En hij neemt je mee in zijn wereld. En ik vind het mooi om te zien dat je met fantasie en liefde, zelfs uit zo'n verschrikkelijke situatie, nog geluk kan halen. Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? Ik heb dit. Cerca uno che parla tedesco, spiega tutte le regole del campo. Chi sei il tedesco? No. Alles Herren, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Si vince a 1000 punti, il primo classificato vince un carro armato, vero? Um zu arbeiten. Beato lui.
Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto asino, qui, sulla schiena. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi, cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? In tre casi si perdono tutti i punti. Li perdono, uno, quelli che si mettono a piangere. Due, quelli che vogliono vedere la mamma. Tre, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Gehorsamkeit ist alles. Dal Bigorke. Und noch etwas. Lui di Fragole. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Ah, non chiedete lecca lecca, perché non ve li danno. Ce li mangiamo tutti noi. Antreten in zwei Reihe. Io ieri ho mangiati 20. Schweigt. Un mal di pancia. Jeden Morgen. Però erano buoni. Is Appell. Lascia fare. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se no mi fanno tana. Dit waren 5 films waar ik blijer van word. Heb jij laatst ook nog een leuke film gezien? Laat het dan even weten in de comments. En mocht je voor Self-Help Sunny ideeën hebben of wil je tips weten over een bepaald onderwerp, laat het me dan weten en dan maak ik er misschien een keer een video over. Tot volgende week!